Welkom bij deze nieuwe maand waarin we het gaan hebben over het krachtige proces van manifesteren. Je gaat beginnen met het creëren van jouw eigen hemel op aarde. Maar voordat we daar verder in duiken, laten we het eerst eens even hebben over wat is de hemel op aarde. Uiteindelijk geloof ik dat het ook een fysieke plek gaat zijn. Dat we die fysieke plek voor onszelf kunnen creëren. Maar in eerste instantie gaat het erom dat we die plek in onszelf gaan vinden. De hemel op aarde betekent voor mij een plek waar alles al oké okay is. Waar geluk is, waar liefde is, waar een omarming is van het licht en het donker in onszelf. Waar we in vrede met onszelf kunnen zijn, waarin we de levensenergie door onszelf voelen stromen. Waarin we in overvloed staan, dat we de overvloed van binnen kunnen ervaren. En ik geloof dat we in een. Zo binnen, zo buiten realiteit leven. En dat betekent dat wanneer wij ons overvloedig, gelukkig, liefdevol, krachtig en noem maar op van binnen voelen, dat dit ook in de buitenwereld gerepresenteerd wordt. En zo is het natuurlijk ook andersom. Dus ik wil je deze maand gaan meenemen in een reis naar binnen. En in die reis van binnen ga je werken aan je eigen paradijs. Aan je eigen hemel op aarde. Dus door middel van verschillende oefeningen, meditaties, activaties, schrijfoefeningen. gaan we jouw binnenwereld transformeren. Je gaat jouw binnenwereld opnieuw vormgeven. En daardoor representeert dit zich automatisch in de buitenwereld. Dus wat is jouw eigen paradijs? Wat gebeurt er als jij die vraag aan jezelf? Stelt, waar word jij gelukkig van? Waar word jij blij van? En als je je daarop gaat focussen, dan kan ik je alvast vertellen dat daar je antwoorden gaan liggen. Waar word je blij van? Waar word je vrolijk van? Wat maakt jou gelukkig? Want ik heb in mijn reis mogen ervaren dat hetgeen waar we, op ons, waar we ons op focussen, dat dat meer in ons leven gaat komen. Dus dat betekent ook gelijk... wanneer jij je gaat focussen op de dingen die je wil... en waar je echt blij van wordt... en dat ga je voelen van binnen... waar je echt blij van wordt... want er komt de energie vrij... dan gaat dat zich gemakkelijker manifesteren. Dan komt dat veel gemakkelijker naar je toe... dat jij in, ja, laten we zeggen, zware energie... in een beetje drapperige energie zit... en je komt maar niet vooruit... Dan zal ik je willen vragen om juist te gaan focussen nu op degene waar je echt blij van wordt. En dat kan misschien een uitdaging zijn, want als jij in een baan zit waar je helemaal niet vrolijk van wordt, of een situatie thuis waarin je niet vrolijk van wordt, dan zou dat kunnen zijn dat dat betekent dat je dingen mag veranderen. Dus daarom zijn de video's en de oefeningen deze maand weer opgedeeld in een aantal thema's. We beginnen dus nu met de introductie. Dan gaan we naar het stukje bewustwording. Want ja, weet je, als er geen bewustwording is, weten we ook niet wat we willen transformeren of waar we naartoe willen manifesteren. Vervolgens gaan we met onze transformaties aan, aan de gang, want zoals ik net al even zei: het is zo binnen, zo buiten. Dus als we hetgeen waar we nog tegenaan lopen in onszelf weten op te lossen, dan representeert dat zich weer in de buitenwereld. Vervolgens gaan we beginnen met te manifesteren. Dus we gaan ons echt focussen op, oké, okay, waar word ik blij van? Wat is mijn hemel op aarde? Wat is mijn kracht? Wat is mijn liefde? Waar gaat mijn zon vandaan? En we eindigen met integratie. En het mooie is dat we het ook samen gaan doen. Dus ik wil jullie ook vaak uitnodigen om zeker ja, hetgene wat je ervaart in de community te delen. Hmm. Laten we het even hebben over welke vormen van manifesteren er zijn. Dan gaan we het simpel houden. Dus laten we beginnen dat er twee vormen zijn. vanuit waar we kunnen manifesteren. De eerste is angst. De andere is liefde. Als we vanuit angst gaan manifesteren. dan gaan we alles aantrekken waar we niet blij van worden. Dus stel je voor: ik loop de hele dag angstig door het leven. dan ga ik angstige situaties aantrekken. Het andere is liefde. Als ik ga manifesteren vanuit liefde. dan. Zeg het al, dan ga ik meer liefdevolle situaties, gebeurtenissen en ervaringen in mijn leven aantrekken. Dus wat je zou kunnen doen is vanaf nu telkens kiezen voor angst. Wat ik je niet zou aanraden, maar als jij dat wil, is dat jouw keuze. Of voor liefde. En ik ga dan gewoon eens kijken wat er met jou gebeurt. Binnen het kiezen vanuit angst en liefde zijn er nog twee opties. De eerste zijn ego-manifestaties en de andere zijn manifestaties vanuit de ziel. Eigenlijk zou je die ook weer kunnen koppelen vanuit angst, vanuit liefde, want wat zijn ego-manifestaties? Bijvoorbeeld, ik ga liefde manifesteren of een relatie manifesteren omdat ik me leeg van binnen voel. Wat zit daar dan onder? Niet liefde, er zit een gevoel van leegte onder. Dus dan zou ik je willen uitnodigen om eerst met de leegte te werken. En dan vanuit liefde te voelen: van oké, okay, ik wil een relatie aangaan met iemand omdat het me gewoon blij maakt. Het vervult me nog meer. en Niet omdat ik het nodig heb van binnen, omdat ik me leeg voel, maar omdat ik al vol ben van binnen. Andere ego-manifestaties. En je merkt dat snel genoeg. Dat zou kunnen zijn, je gaat je focussen op resultaat, op geld, uh, op dure kleding, op grote huizen, op uh, dure auto's. Allemaal dingen die dus voor het ego helemaal geweldig en Natuurlijk, er is niks mis bij. En als je dat hebt en je wordt er vrolijk van, helemaal oké, okay. ik heb ze ook, natuurlijk. Maar voor de ziel is het niet belangrijk. Voor de ziel is het belangrijk om te groeien, om te expanderen, om een liefde te zijn, om een bewustzijn te creëren. En dan gaat het veel meer om de ervaring. Dus dan zou je de focus kunnen hebben op meer reizen, op meer vrijheid, op een liefdevolle, krachtige voelen. Dus, dit is dan ook gelijk de uitnodiging. Dus, eerst ga ik voor angst kiezen. of voor liefde. En ga ik vervolgens manifesteren vanuit het ego. of vanuit de ziel. vanuit het hart. En dan zul je gaan zien wat de verschillen zijn. En ook hier, dit is, weet je, dit is alles wat we gaan ervaren. Het is een proces. Het is leren. Er is geen goed of fout. Maar ik wil je wel gaan uitnodigen. om dus heel bewust vanaf dit moment. De keuzes in het dagelijks leven, want daar begint het anders te gaan maken. Dus je hoeft niet al bezig te zijn met wat je morgen allemaal gaat doen, maar kijk wat je hier in het hier en nu kan doen. Vandaag zelfs. Als jij reageert op iemand, kijk dan of je dat echt vanuit liefde gaat doen of vanuit angst gaat doen. En ik kan je beloven, als je dit, dat we zeggen, drie dagen doet, alles vanuit liefde gaat. Beantwoorden, gaat bekijken vanuit liefde, keuzes gaat maken, dat jouw innerlijke wereld direct gaat shiften. Ik ga je nu meenemen naar de volgende video.